Welkom. Hoe breng je rust in je magazijn en kan je 5 keer zoveel bestellingen verwerken? Dat is waar ik jullie vandaag wat tips over ga geven. Zoals gezegd, ik ben Casper Bakker. Ik ben medeoprichter van Picker. En even iets korts over Picker, zodat jullie een beetje een beeld hebben van waar ik vandaan kom met de tips die ik jullie vandaag geef. Picker is magazijnsoftware speciaal voor webwinkels. Met Picker verwerken webwinkels dus bestellingen in hun eigen magazijn. We verwerken in onze software ongeveer 5% van alle Nederlandse e-commerce orders worden door klanten van ons verstuurd met Picker. En daardoor zie ik ook heel veel magazijnen van binnen. Dus ik denk dat ik de afgelopen 8 jaar zo'n 200-300 magazijnen van binnen heb gezien. En ik vind het altijd leuk om te kijken wat voor trucjes of handigheidjes webwinkels hebben bedacht, hoe ze hun magazijn zo goed mogelijk kunnen runnen. En hoe ik die tips weer mee kan geven aan andere webwinkels die daar hun magazijn weer kunnen verbeteren. Wij hebben dus zelf geen magazijn, we organiseren alleen de software en kennisdeling naar webwinkelmagazijnen toe. In die hoedanigheid heb ik ook begin dit jaar samen met Thuiswinkel een e-academy course opgezet op e-academy.org. Die is in mei live gegaan en wel een paar honderd mensen hebben hem al gevolgd. Dus als je dingen van deze talk interessant vindt, dan is er nog een breder programma en waar we wat meer de diepte in gaan op e-academy.org. De titel is Warehousing, dus als je dat interessant vindt, volg hem ook zeker. En ik heb daar wat highlights uitgehaald. Ik geef vandaag een presentatie en morgen. Dus een gedeelte van de highlights zit in deze presentatie en een gedeelte morgen. Maar laten we beginnen. Ik vind het altijd interessant om te beginnen met waarom heb je eigenlijk een magazijn? Niemand heeft een magazijn omdat het gewoon leuk is of omdat het leuk is om met een heftruck rond te rijden. Je hebt een magazijn om een bepaalde reden. Vaak vinden webwinkels het ook het minst leuke deel. Marketing is leuk, het product is leuk. Klantenservice, heb je menselijk contact en zo. Maar in een magazijn is het altijd van, oh ja, dat is iets dat moeten we ook doen. Maar de belangrijkste taak van een magazijn is eigenlijk om beloftes waar te maken. Er zijn door je webwinkel worden er allerlei beloftes gedaan aan klanten en aan potentiële klanten. Onder andere dit soort dingen. Vandaag besteld, morgen in huis. Op voorraad is natuurlijk ook een belofte. Anonieme bezorging. Dat je tot 12 uur 's nachts kan bestellen. Dat je het ook nog de volgende dag krijgt. Dat zijn allemaal beloftes die marketing maakt, bijvoorbeeld. Maar die je magazijn als enige kan waarmaken. Ook zijn er bijvoorbeeld afspraken nog die klantenservice maakt met je klant. Omdat er iets misgegaan is. Van, oh, dan doen we er iets extra's bij. Er zijn allerlei beloftes die de rest van de organisatie maken. Die door je magazijn, die het enige is, die dat waar kan maken. Er zijn eigenlijk 5 onderdelen die je magazijn goed moet doen om die beloftes waar te maken. Ten eerste het versturen van het juiste product naar de juiste locatie, op het juiste moment, in de juiste verpakking en met de juiste klantbeleving. Het juiste product gaat natuurlijk over dat je het goede product naar de goede klant verstuurt. Hè? Dus dat je niet een maat L verstuurt terwijl de klant XL had besteld. Maar het gaat er ook over dat je dat product ook wel hebt. Dat je het ook wel op voorraad hebt om op te sturen. Dus dat je ook je inkoop goed regelt. Dat je weet waar het ligt in je magazijn. Dat je nog weet hoeveel je er hebt. Dat je ook echt het juiste product kunt opsturen. Naar de juiste locatie gaat over dat je het naar de juiste klant stuurt. Of naar een ophaallocatie. Als de klant dat gekozen heeft. Je hebt natuurlijk ook een belofte gedaan aan die klant. Waar die dat pakket mag verwachten. Op het juiste moment, nou dat is bijvoorbeeld morgen, maar misschien tegenwoordig kunnen klanten natuurlijk ook vaak kiezen om het later te leveren. Ik wil het pas zaterdag geleverd krijgen. Ik vind de klant het heel irritant als ze het toch op donderdag krijgen. Ik denk, ja, ik had niet voor niets aangegeven dat ik het op zaterdag zou willen krijgen. Maar het gaat ook over producten die je nog niet op voorraad hebt, maar waar je misschien belooft van, hey, op 15 juli kan ik dat leveren. Ook dat is best wel operatie voor je magazijn om zo'n belofte waar te maken. Juiste verpakking spreekt voor zich, maar juist de klantbeleving. Soms zien we ook webshops die zich voordoen dat ze heel chic zijn en dat ze horloges verkopen en dat het allemaal perfect uitziet. En dan krijg je het product thuis in een tweedehands doos of zo. Dus dat, ook dat moet matchen. Heb je ook een bepaalde verwachting die je klant heeft, wat je ook je magazijn moet nakomen. Handgeschreven kaartje erbij, dat soort dingen. Als je 25 of 50 bestellingen per dag verwerkt, is het niet zo heel moeilijk om die beloftes waar te maken. Soms moet je heel veel extra handelingen doen, veel handwerk doen. Maar dat redt meestal wel één iemand in dat magazijn om te doen.
Zodra je een beetje tussen de 50 en de 100 bestellingen per dag komt, dan wordt het vaak heel moeilijk om al die beloftes waar te maken. Je krijgt meer dan één iemand in je magazijn te werken. Je moet informatie delen. Je kunt niet meer alle bestellingen 's ochtends uitprinten en dat je dan een stapel hebt van wat je moet verwerken. Omdat het gewoon te veel papier wordt. En dat is het moment waarop je beter moet gaan nadenken over je magazijn. Welke mensen werken er? Kunnen ze zelfstandig werken? Dat soort dingen. Dus dat is vaak een beetje het punt. Als je nu nog 20 bestellingen per dag hebt, dan komt het meestal wel goed. Maar als je nu 150 of 300 bestellingen per dag hebt, en het is nog één of twee mensen die dit veel handmatig werken doen, en je hebt het gevoel dat het beter kan, dan klopt dat meestal wel. Dat is wel een beetje het omslagpunt wat we daarin duidelijk zien. Een ding waarmee mensen vaak bij mij komen is, ik heb het gevoel dat mijn magazijn te langzaam werkt. Hoe kan ik sneller gaan werken in mijn magazijn? En de eerste stap die ik altijd mensen goed in de horen wil knopen is, je moet het eerst goed doen en daarna kun je het pas sneller gaan doen. Er is bijna niks in je magazijn wat niet sneller wordt als je niet minder fouten gaat maken. En als je best wel veel fouten maakt in je magazijn, bijvoorbeeld het verkeerde product opsturen of naar de verkeerde locatie, dan wordt dat vaak alleen maar nog erger, exponentieel erger, als je meer snelheid probeert te pushen als webshop-eigenaar. Dus daarom wil ik jullie ook wat tips geven over hoe je nou dat goed, hoe je dat nou echt goed kan doen. Dus eerst goed, dan snel. Dat zit hem ook mede omdat een fout maken in een webshop ontzettend duur is. Stel je voor dat je het verkeerde product hebt verstuurd naar de klant, de verkeerde maat. De klant heeft contact met klantenservice om het op te lossen. Die zending moet retour, je moet de retour weer uitzoeken. Je moet het juiste product opsturen naar die klant. En dan hebben we het nog niet eens over eventuele negatieve reviews. Maar dat kost je al snel richting de 30 euro. Dus dit is een voorbeeld. Dit zit ook in de e-academy specifiek uitgewerkt waar dat bedrag precies vandaan komt. Maar als je schoenen verkoopt van 150 euro per paar, dan kost het je al snel in totaal ongeveer 30 euro als je een verkeerd product hebt opgestuurd. Als je dan maar een paar euro netto marge maakt per bestelling, dan kost het je snel 5 of 10 bestellingen die helemaal goed moeten gaan om één fout weer te corrigeren. En daarom is het bij een webwinkel nog veel belangrijker om die fouten echt te voorkomen. Het belangrijkste daarbij is eigenlijk rust in je magazijn. Je merkt bij magazijnen waar weinig fouten gemaakt worden en die goed lopen, dat het heel rustig is als je er rondloopt. Nou is rustig niet iets wat je kunt regelen zo van, oh, ik wil dat het nu rustiger wordt. Maar dat heeft onder andere te maken met dat het opgeruimd is in je magazijn en dat iedereen zelfstandig kan werken. Dus dat zijn de twee dingen waar ik je wat concrete tips voor heb. Opgeruimd en netjes is best wel moeilijk, omdat als het een klein beetje een bende is, om dat netjes te maken. En als het een klein beetje rommel is, als er dozen in je gangpad blijven staan, dan wordt het heel snel heel veel erger. Daarom is het belangrijk om er echt een focus voor te hebben, dat het in je magazijn altijd opgeruimd en netjes is. En dat ook iedereen het doet. Dus je moet er echt aan aanwennen dat als er een doos in de gangpad staat, dat ook de eigenaar van de webshop daar niet zomaar langs loopt, maar dat eerst gaat oplossen en dat je het eigenlijk continu steeds netter maakt in je magazijn. Je gaat ook veel minder fouten maken als het opgeruimd is en als het schoon is en als het netjes is. En het is natuurlijk heel moeilijk om, als je echt heel hard groeit en je magazijn is eigenlijk te klein, heb je vaak het gevoel, dat hebben vaak mensen het gevoel als het niet opgeruimd en schoon is, dat hun magazijn altijd te klein is, dat het altijd groter moet. Maar vaak is het, als ze het goed opruimen, valt het nogal mee. En daarom hebben we vanuit Lean Manufacturing, hoe fabrieken vaak ingericht zijn, hebben we een handvat 5S van hoe je nou kunt zorgen dat je magazijn schoon en opgeruimd blijft. Nou, dit soort dingen, dat er bijvoorbeeld een doos midden in je gangpad staat, dat, ja, je moet dat eigenlijk wel oplossen, omdat het wordt vaak slechter en alleen maar slechter als je dit soort dingen laat bestaan. Nou, de 5S, het komt uit Japan. Dus de 5S'en hebben ook een Japanse naam, maar dit is de Nederlandse versie. En die kunnen je helpen met, hoe kan ik eigenlijk zorgen dat mijn magazijn schoon en netjes blijft. Het eerste is scheiden. En wat ze daarmee bedoelen is, kijk naar alle spullen die bij een paktafel zijn of die in je magazijn zijn en scheid het met, wat heb ik echt nodig en wat heb ik niet nodig. Ik zie heel vaak jassen of bananen of dat soort dingen van medewerkers op een paktafel liggen en dan ondertussen hebben ze wel te weinig ruimte om de orders uit te leveren. Dus dat is eigenlijk de eerste stap. Kijk wat je echt nodig hebt.
heb je een schaar nodig, een tape, een kartonnen doos en dat soort dingen heb je natuurlijk allemaal nodig. Maar ik zie soms wel 2 of 3 oude stereo's onder de paktafel staan, want die deed het niet en is gewoon de nieuwe ernaast gezet. Maar misschien moet je die oude 2 gewoon weggooien. Dan is het schikken. Dat betekent alle dingen die je dus wel nodig hebt, hebben die een vaste plek. Weet je altijd waar de schaar ligt, weet je altijd waar een Stanley-mes ligt, waar je dozen liggen, dat iedereen dat makkelijk kan vinden. En bijvoorbeeld als je 4 paktafels hebt, dat ze ook alle 4 precies hetzelfde eruit zien. En je ziet ook wel eens foto's van werkplaatsen of zo, waarbij ze bijvoorbeeld tekenen waar de schroevendraaier hangt en waar de hamer hangt. Nou, dat soort dingen, dat is echt typisch zo'n 5S dingetje van schikken. Dat iedereen weet, zonder dat hij het uitgelegd hoeft te krijgen, waar hoort die hamer. Nou, dat kun je ook in je magazijn heel goed toepassen. Schoonmaken is ook een belangrijk onderdeel in 5S. En bijvoorbeeld zorgen dat de werkplek elke keer aan het eind van de dag helemaal schoongemaakt wordt door degene die daar gewerkt heeft. Dus dat het continu netjes is. En dat je dat ook doet door de mensen die er ook echt werken. En dat je dus niet een schoonmaakploeg gaat schoonmaken, maar dat de mensen die rommel maken zelf ook gewend zijn om het continu op te ruimen. En dan vinden ze het ook minder erg om door de dag heen het op te ruimen. Anders moeten ze het aan het eind van de dag doen. Dat zijn de 3 belangrijkste dingen. En dan heb je standaardiseren. Dat betekent die bovenste 3 dingen. Zorg dat je een standaard hebt. Bijvoorbeeld dat al je paktafels allemaal precies dezelfde manier werken. Dat elk gangpad op dezelfde manier werkt. En dan zorg je ook dat iedereen dat weet in je bedrijf. En dat kun je wel 1 keer doen. Maar het is natuurlijk heel makkelijk om een maand later alweer te vervallen. Als die dingen als mensen er niet op toezien dat het goed gebeurt. Of dat dingen die niet zo goed werken, dat je die gelijk tweakt. En dat is eigenlijk het laatste, stand houden. Zorg dat je een continu proces hebt van, doen we nog wel de dingen op de goede standaard manier. Een ander ding bij schoonmaken is ook, maak het makkelijk. Ik hoor soms klachten uit magazijnen dat ze het dan niet doen. Want ja, nee, maar die container stond ver weg. Of ik had even mijn handen vol. Nou, in dit magazijn hebben ze dat heel makkelijk gemaakt om bij de helft van de rijen dit aan de kopse kant te hebben. En opeens was het veel makkelijker om het te doen, want er was geen reden van, ja, er is geen container in de buurt of zoiets. Dus daarmee wordt het ook veel makkelijker om schoon te maken. En dit bijvoorbeeld, een paktafel, zorgt dat het allemaal gestandardiseerd is, dat het netjes is, dat als je 8 paktafels hebt, dat ze allemaal precies hetzelfde uitzien. Dan maakt het niet uit wie op welke paktafel werkt. En dat er eigenlijk niks zit wat overbodig is. Als we een opgeruimd en netjes magazijn hebben, dan is eigenlijk het volgende ding wat echt heel erg belangrijk is voor rust in je magazijn. En dat is dat iedereen zelfstandig kan werken. We merken heel erg dat als je dus begint met je webwinkel en je hebt 50 orders per dag, dat er dan 1 of 2 mensen zijn in het magazijn. Die weten precies waar alles ligt en hoe alles werkt. En als het dan opeens drukker wordt, misschien hebben jullie het vorig jaar ook wel drukker gekregen in 1 klap door corona, dan is het heel lastig als extra mensen komen helpen in het magazijn. Omdat ja, eigenlijk alles moet aan die 1 of 2 personen gevraagd worden. En je merkt het ook dat het snel rumoeriger wordt en dat er frustraties zijn en dat alleen maar simpele taken uitbesteed worden aan de nieuwe mensen. En daarom is het een van de allerbelangrijkste dingen om te zorgen dat iedereen zelfstandig kan werken in het magazijn. Het zorgt voor minder fouten, het zorgt voor een goede flow in je magazijn en zorgt dus ook voor flexibiliteit. Ik heb vorig jaar bij klanten gezien die van de een op de andere dag, toen de lockdown werd aangekondigd, 5 keer zoveel bestellingen kregen. Dus die van 200 bestellingen per dag opeens naar 1000 bestellingen per dag gingen. En die konden dat gewoon binnen 3 dagen opschalen met 20 extra medewerkers in het magazijn. En dat ze het überhaupt konden doen, komt omdat ze heel veel dingen gestandardiseerd hebben en heel veel mensen zelfstandig in het magazijn kunnen werken. En dat je dus ook heel snel nieuwe mensen kunt opleiden om zelfstandig te werken. Je doet dat eigenlijk door 4 dingen. Ten eerste is, standaardiseer al je processen. Dus hoe pakken we een pakket in? Hoe verwerken we een retour? Wat doen we als er een inkoopbestelling binnenkomt? Al die dingen moet je standaardiseren. En gewoon een stappenplan is het eigenlijk. Wat gebeurt er als een inkoopbestelling binnenkomt? Er zijn misschien 8 stappen die je moet doen om te zorgen dat we alle producten geteld hebben, dat ze op de goede plek in het magazijn liggen, dat in de webshop die producten weer op voorraad staan en dat de administratie ook weet dat die factuur van de leverancier betaald mag worden bijvoorbeeld. En dus ook dat schrijven op is ook ontzettend belangrijk, want anders zit weer al die kennis bij 1 iemand of dan wordt het vergeten. Hoe meer uitzonderingen je hebt, hoe moeilijker het is om mensen uit te leggen hoe het proces werkt. Dus elke uitzondering die je kan elimineren, zorgt ervoor dat het veel makkelijker wordt om processen te standaardiseren en te zorgen dat iedereen het weet. Dat zit hem in de kleinste dingen. Dus je kunt misschien
misschien heb je al 9 formaten dozen. Misschien kun je dat wel terugbrengen naar 7. Misschien niet, maar als je dat kunt doen, zijn er ook weer minder uitzonderingen, of je weer minder dingen op voorraad te houden. Misschien heb je afhalen of zo, dat ze het bij jouw magazijn kunnen afhalen. En als het maar een paar keer per week gebeurt, is het beter om die hele optie te elimineren dan om daarvoor ook een proces te hebben. Dus dat kan ook heel erg helpen met de zelfstandigheid van mensen, dat je uitzonderingen elimineert. Dan die processen zichtbaar maken. Zorgen dat ook iedereen het weet en dat iedereen de details kan weten. En dat heeft vaak te maken met gewoon ophangen hoe het werkt. Dus dat je de uitgeschreven processen gewoon opgehangen hebt bij de tafel waar inkoop verwerkt wordt. Dat er waar retouren verwerkt worden, dat daar ook de lijst hangt van hoe dat werkt. En elimineer die allesweter. Dus dat heb je vaak als je 50 tot 100 bestellingen per dag hebt. Heb je echt één iemand die weet alles in je magazijn. En hoe vervelend het ook is voor die persoon misschien qua aanzien, probeer die echt te elimineren. Dus alles waarvoor de rest van het magazijn naar die ene persoon moet, zorg dat dat gestandardiseerd is en dat iedereen dat eigenlijk kan doen. Wat daar ook voor belangrijk is, is dat alle informatie op één plek zit. Daar helpen we natuurlijk met Picker mee, maar ook zonder Picker kun je natuurlijk je webshop koppelen aan je klantenservice tools en koppelen aan marketplaces zoals Bol en Amazon. Maar zorg dat er één plek is waarop de hele organisatie weet, is het product op voorraad of niet? Welke bestellingen hebben we uitgeleverd of niet? Als je 30 bestellingen per dag doet, kun je ze dan wel allemaal uitprinten. En dat het papier heilig is, dat als dat papier weg is, dat die bestelling ook uitgeleverd is. Maar als je 400 bestellingen per dag hebt, dan raakt er nog wel eens een papiertje kwijt. Dus dan moet er gewoon één systeem zijn die zegt, deze bestelling is uitgeleverd en die bestelling moeten we nog uitleveren. Hier nog wel een grappig voorbeeld van hoe je het zichtbaar kan maken. Dit is bij een klant van ons en die hebben dit opgehangen bij de inslag, dus bij het ontvangen van inkoopbestellingen. En zij vonden het, de medewerkers daar vonden het heel lastig om te zien eigenlijk wat voor werk ze nou verzet hadden en wat er nou nog moest gebeuren. Dus wat ze hebben gedaan is voor elke binnenkomende inkoopbestelling schrijven ze op van welke leverancier dat was, welk ordernummer het is en wanneer het geleverd is. En dat hangen ze bij te doen. Dus dat zijn de inkoopbestellingen die nog uitgezocht moeten worden. Als iemand een inkoopbestelling gaat doen, pakken ze een papiertje, zetten ze een naam erop en dan hangen ze het bij bezig. En iedereen in het magazijn kan dus zien dat er op dit moment 4 bestellingen, die worden op dit moment uitgepakt en die worden op dit moment gecontroleerd. En aan de rechterkant heb je ook alle inkoopbestellingen die vandaag al afgehandeld zijn. Die zal klaar zijn, dus dat is voor de mensen ook fijn dat ze zien wat hun progressie is. Niet dat ze altijd zien, oh ik moet nog een doos, oh ik moet nog een doos, ik moet nog een doos. Maar dat ze ook zien dat ze echt wel veel werk verzet hebben. En dit zorgt er ook voor dat ze de inkoopbestelling ook in een goede volgorde deden. Dat niet klantenservice ging vragen, oh kun je deze inkoopbestelling even voorttrekken. Want iedereen kan zien wat de voortgang is en wanneer ze ongeveer aan de beurt zijn. Nou, dan hebben we dus het eerste goed hebben we dan gehad. Dus we zijn zelfstandiger geworden in het magazijn. En we zorgen dat het netjes is en opgeruimd is. Nu kunnen we gaan kijken hoe we processen kunnen gaan versnellen in je magazijn. Vaak als je het al standaard maakt, uitzonderingen elimineert, standaard systeem gebruikt, dan word je echt al een heel stuk sneller. Maar zodra dat eenmaal goed is, kunnen we kijken of we stappen in het proces kunnen versnellen. En vaak is dat niet zo dat ze alleen maar gewoon harder moeten lopen of zo. Maar het is vaak dingen elimineren of dingen in grotere stappen doen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je producten hebt die niet zo heel duur zijn. Misschien die een euro inkoop kosten. En daar verkoop je er misschien maar 2 van per week. En dan koop je er elke keer kopen we er 5 in. Dan gaan we die 5 stuks gaan we in het schap leggen. En als die weer op zijn, anderhalve week later, gaan we dat weer opnieuw inkopen. Een klant van ons, die hoorde ik ook zeggen, nou ja, dat soort producten, we hadden er best wel veel van. Meer dan de helft van de producten die we elke keer in het schap legden, dat was minder dan 10 euro aan waarde wat we dan helemaal in het schap gingen leggen. Dus we hebben gezegd, we kopen niet in voor minder dan 25 euro inkoopwaarde. Dus als zo'n product maar een euro kost en we verkopen er maar 1 of 2 van per week, dan gaan we er toch, de 25 kopen we er dan in per keer. Want dan hoeven we veel minder vaak voor dat ene product naar hetzelfde schapje te lopen. En zo kun je dus in totaal processen versnellen. En in dat geval was het, volgens mij hebben ze inkoopbestellingen 2 keer zo snel konden ze daar verwerken. Automatisering natuurlijk en eventueel robotisering. Als je wat groter bent, automatisch dozen dichtplakken. Dat soort dingen kun je processen versnellen of flexibeler maken. Maar zeker ook automatisering is al heel erg makkelijk toegankelijk. Automatisch verzendlabels maken. Zorg dat je voorraad real-time in sync is. Dat soort dingen kunnen je goed helpen om processen te versnellen.
in batches werken kan soms ook heel goed werken. Dan moet je wel echt goede software voor hebben om dat proces te ondersteunen. Mensen denken vaak dat het sneller is om in batches te werken. Maar bijna altijd, als het niet goed ondersteund wordt, is het langzamer. En op de een of andere manier denkt ons hoofd dat als we, ook als we een envelop dichtplakken, als we 20 brieven moeten versturen, dat het sneller is om 20 keer de brief erin te doen, daarna 20 keer de envelop dicht te maken, daarna 20 keer een postzegel erop te doen. Maar zelfs dat proces is sneller als je eerst één brief in de envelop doet, dichtplak, postzegel erop en daarna pas met de volgende begint. Dus daarmee kun je het heel makkelijk zelf testen of dat nou sneller is om in batches te werken of niet. Maar omdat je in het magazijn natuurlijk zoveel loopt, kun je wel heel veel loopafstand besparen als je meerdere bestellingen in één keer in een batch kan verwerken. Maar dat werkt meestal niet als je dat alleen maar doet met orders uitprinten op papier en dan zelf een beetje kijken dat je het in de goede volgorde pakt. Meestal ben je dan langzamer en minder flexibel, dus let daar in ieder geval op. En wat belangrijk is, is continu first time right, de FTR, te monitoren. Dus dat is eigenlijk hoeveel fouten je maakt. Dus meet eigenlijk continu, als je wil gaan versnellen, wat je first time right percentage is. Als je 3000 bestellingen per week verstuurt en daarin waren 20 bestellingen fout gegaan. Dus er is iets in fout, natuurlijk kun je die fout herstellen, maar het gaat om first time right. Dus hoeveel heb je die bestelling helemaal in één keer goed afgeleverd, een goede product bij de goede klant. Dat is je first time right percentage. Dus in dit geval is dat 99,3%. En als je dat continu monitort, en dat kan bijvoorbeeld zijn dat je het verkeerde product hebt opgestuurd, dat iemand contact opneemt met de klantenservice. Maar ook dat het bestelling niet goed ingepakt was en dat die kapot is aangekomen bij de klant. Allemaal dat soort dingen is dat hele proces van wat in het magazijn gebeurt, die belofte is niet 100% nagekomen de eerste keer. Dit kun je best wel simpel meten door mensen van klantenservice dat bij te laten houden. Gewoon een Excelletje kun je dat gewoon die aantallen één keer per week bijhouden. En als je continu inzicht hebt met hoeveel fouten je maakt, kun je kijken of je stappen in je proces kan versnellen. Of je dingen kunt versimpelen, of je in batches moet gaan werken of niet. Dat je groter gaat inkopen. En continu dat first time right percentage in de gaten houden. Als dat oploopt, weet je dat wat je de afgelopen week hebt gedaan, dat het dus leidt tot meer fouten. En focus je dan weer op dat je eerst die fouten oplost en daarna pas verder gaat kijken naar die versnelling. Dat is echt heel belangrijk. Dat is wat ik jullie vandaag wilde meegeven. Met een paar dingen over hoe je je magazijn kan verbeteren en dat je sneller kan gaan werken. Volg dus ook, als je dat leuk vindt, op e-academy de warehousing course. Er zitten dit soort dingen nog wat gedetailleerder in. En ook nog wat meer dingen over hoe je je team daar ook in kunt meenemen en daarin rustig kunt opstarten. We hebben ook een gratis boekje met meer tips en meer uitleg over hoe je je webwinkelmagazijn kan verder kan professionaliseren. Dus als je dat interessant vindt, we staan hier achter op stand 222. Dus kom gewoon een boekje halen. Dan nu zijn we er voor vragen. Maar mocht je nog een vraag specifiek voor mij hebben later, dan mag je me ook altijd mailen. Vind ik het altijd leuk om je te helpen met specifieke vragen die je hebt voor mij. Alright. Zijn er vragen in de zaal? Is er iemand die een vraag voor Casper heeft? Meneer op de hoek, net buiten de zaal, maar we tellen het toch goed. Meneer. Hoor je mij? Ja. Ik had een vraag over de first time right. Ik ben een gebruiker van Picker. Is het mogelijk dat Picker dat automatisch voor je laat zien? Want volgens mij kan dat niet uit Picker gehaald worden op dit moment. Nee, klopt. Die informatie komt er vaak ergens anders vandaan. En het kan op heel veel plekken kan het misgaan eigenlijk. En het is best wel basisinformatie die je heel makkelijk in Excel bijvoorbeeld kan bijhouden. Dus dat zien we eigenlijk wat de meeste mensen op dit moment doen. En wat we daarnaast ook nog vaak zien is dat ze het bijhouden in combinatie met hoeveel uren er gewerkt zijn. Dat je in die zin ook een beetje die productiviteit en die snelheid bijhoudt. Dus je bijvoorbeeld in Excel bijhoudt per week hoeveel uur is er gewerkt in het magazijn. Hoeveel bestellingen hebben we verwerkt en hoeveel fouten zijn er geweest. En daarmee kun je best wel zien, ook als je bijvoorbeeld echt een initiatief hebt om een bepaald onderdeel van het magazijn te verbeteren, dat je dat in een maand ziet dat soms echt per week echt 5% beter worden. Of je ziet dat ze wel efficiënter worden, maar dat er meer fouten worden gemaakt of minder fouten, maar ook ongeveer evenveel efficiëntie. Maar je kunt op dit moment niet achteraf aanklikken in Picker van hey, met die bestelling was iets verkeerd gegaan. Dus dat hou je dan nog buiten Picker bij. Ja. Top. Zo te zien is het een antwoord op je vraag geweest. Zijn er in de zaal nog andere vragen die op dit moment leven? Meneer,
Weer buiten de zaal. Nou, vooruit dan maar. Hoe kun je snel vanaf een kleine schaal, want op een kleine schaal is er vaak zo'n allesweter, zeg maar. Hoe kun je die snel in een groeiend bedrijf efficiënter elimineren, ja, om het dan zo te noemen, om meer die taken onder te verdelen? Hoe krijg je dat makkelijk en efficiënt gedaan? Ja, dus dat je vanaf je allesweter, dat je eigenlijk een tweede persoon nodig hebt en hoe ga je dat organiseren? Ja, dat ligt heel erg aan die persoon, hè? Dus dit is... Je kunt dat niet even met techniek of met een procesje oplossen. Dus dat is natuurlijk vooral daarover praten. En ook niet denken dat het heel simpel is wat diegene altijd allemaal gedaan heeft. Maar vaak is het met kleine stapjes. Daar ben ik meestal van, met kleine stapjes laten zien dat het ook echt beter kan worden. En dat het ook voor die allesweter fijner wordt in het magazijn. Dus als er minder dingen misgaan en als er minder vaak klantenservice komt vragen om nog iets extra's te doen... Dat was ook met dat bord wat ik liet zien. Ik weet niet of je het gezien had. Dat houten bord met die kaartjes. Bij dat magazijn ging het best wel vaak mis met de inslag en met inkoop. Omdat ze gewoon zoveel inslag te verwerken hadden. Dat ze klanten blij wilden maken. Dan gingen ze... ze waren bijvoorbeeld nog 3 dagen liepen ze achter met inkoop inboeken. Maar er kwam nu iets binnen. Daar wilden klanten sowieso wel echt graag nu die klant al uitleveren. Dus dan gingen ze die doos openmaken en dat verwerken. Ook die mensen van... die de inslag verwerkte, die vond het vervelend om daar aan te komen. Zei, ja, maar we zijn al gestrest en we moeten al zoveel dingen doen. Dus die wilden juist nog meer uitzonderingen en kleine dingetjes gaan doen. En daar werd eigenlijk gewoon veel simpeler gemaakt. Ze zeggen van, klantenservice mag geen contact meer opnemen met het magazijn om dingen voor te trekken. En we gaan het gewoon in een vast proces doen met een bord, zodat iedereen precies ziet wat de volgorde is waarin we het doen. En daardoor wordt het voor die mensen, we hebben het eerst met hele kleine stapjes gedaan, maar dan wordt het voor die mensen in het magazijn, voor die alles weten, wordt het ook fijner. Die merkt ook dat er minder geklaagd is, dat het voor hem zelf ook de dag rustiger wordt. Voor hem of haarzelf. En dan staan ze vaak open met, hey, ik loop ook nog hier tegenaan. Of, hey, dit is vaak lastig voor nieuwe mensen. Kunnen we dat ook oplossen? En dat je echt zo iemand meeneemt en niet vanaf bovenaf zegt, dit is hoe je het moet gaan doen. Maar dat meeneemt van, hey, hoe kunnen we dingen automatiseren? En hoe kan zo iemand nieuwe mensen inwerken of andere leuke dingen doen en dingen verbeteren? En niet continu dezelfde operationele fout maken eigenlijk. Dat is wat we meestal zien. Top. Ik denk dat er nog ruimte is voor 1 vraag vanuit de zaal. Ik weet niet of er nog een vraag leeft in de zaal. Nou, zo te zien niet. Casper, ik denk dat het een hele leuke sessie is geweest. Ook als ik kijk vanuit, vanuit het oogpunt waar wij de hele dag mee bezig zijn. Vanuit het marketingperspectief. En als je dan zoveel eigenlijk open deuren ziet van dingen die heel erg logisch zijn. Maar die je constant mis ziet gaan. Dan denk ik dat het een verhaal is waar iedereen eigenlijk goed moet meeschrijven. Omdat ik in de praktijk al die punten die je noemt ook heel vaak fout zie gaan als ik bij klanten het magazijn in zie lopen. Dus ik wil je heel erg bedanken voor deze, ik denk, leuke en inspirerende aftrap van de sessies in lezingszaal 1. En ik wil jullie graag vragen voor een applaus voor Casper. Dank jullie wel.